Aardige versnelling hier. De voorzet is ook nog eens goed. Hunten, krijgt hij een kans? Ja, dat krijgt hij zeker! Torino Hunten en VVV leidt. Fraai afgemaakt, maar dit is natuurlijk waarom dit doelpunt ontstaat. Geweldige actie, geweldige assist van Moreno Rutte. En Hunten is de man die het af mag maken. Dat doet hij ook goed. De controle en het afmaken, dat doet hij zeer fraai hoor. Post. Tee van ver en die gaat erin. Pasveer verkijkt zich. En Tee scoort. 2-0 VVV. De ploeg die dit kalenderjaar zo moeilijk tot scoren komt. Maakt er na iets meer dan 20 minuten al 2 tegen Vitesse. Ja, fout van hem. Het veld speelt ongetwijfeld een rol. Die stuit zal hem verrassen. Maar natuurlijk moet Pasveer zo'n bal hebben. Fai. De actie goed, de paas goed, de voorzet goed, het doelpunt daar. Het laatste zetje wordt gegeven door Russeler. Om te voorkomen dat Castellon ze voor het intikken heeft, maakt Russeler een eigen treffer. Er zijn er dus al 3 doelpunten gevallen. Nou, dat is een zeldzaamheid bij wedstrijden van VVV. We zijn nog geen half uur bezig. Lange bal van Leemans is heel goed. Klaarleggen voor Hunt ook. En dan is daar Kasia die dat nog net kan voorkomen. De corner van Leemans. Lekker genomen en naast gekopt. Dat scheelde niet zo heel veel, Russeler. Mount. Nu meegeven, want daar komt Fai. Dat is Hens. Hij lijkt te zeggen, ik kan er niks aan doen, maar Dekker raakt de bal natuurlijk volledig met zijn handen. Inlopende koppers. Mount probeert het ineens. En die zit erin. Daar is weer zo'n vrije trap van hem. Oenerstal laat zich verrassen misschien. Is in ieder geval te laat bij die paal. En Mason Mount. Hij maakt zijn 7e doelpunt van het seizoen al. En nu is de vrije trap. Geen corner. Maar het wordt beoordeeld als opzettelijk Hens. Mount. Hij kiest voor een goede voorzet hoor. En daar is zijn beste kans in deze wedstrijd. Maar hij krijgt zijn voet niet goed tegen de bal. Mooie, snelle 1-2 tussen Mount en Voor. De bal terug op Mount. En Mount redt het niet. Want Oenerstal pakt de bal. Je verwacht toch dat hij zo'n aanval feilloos afrondt. Maar dat doet hij niet. De kopbal terug is niet slecht. Bruns kopt. Fire. Die lijkt gewoon geen bal in te kunnen schatten vandaag. En dat leidt nu tot wellicht de kans voor VVV. Het is 3-3. De voorzet op 10. En het is geen doelpunt. Van Krooi sprint. Denkt, nou, eens kijken of Pasveer in paniek raakt. Nou, dat is eigenlijk misschien nog wel het geval ook. Dan moet, precies. Leemans eigenlijk schieten. Dat lukt niet. Kastelen kan breed leggen. Dat lukt wel. Seuntjens. Oeh, dat is een kans hoor voor VVV. De tweede al in de omschakeling. Van der Werf van de bal gezet. Door Post. Seuntjens. Daar komt VVV weer. Tee geeft mee. Van Krooi is weg. Nou is hij echt weg. Dabo is in achtervolging. Dabo duwt hem neer. Het wordt niet als overtreding gezien. Ik weet ook niet of het er binnen of de buiten was. Mulder vond het duidelijk niks. Het lijkt me toch een overtreding. En dan zit de wedstrijd erop en is er applaus van de VVV-supporters voor het behaalde punt. En is de teleurstelling er bij Vitesse dat het maar 1 punt is geworden. Ik denk over 90 minuten voetballen dat een gelijkspel
een terechte uitslag is.